Dit is Ranatori, welkom erbij. Pronto Somoharjo heeft zijn ontslag ingediend als minister van Binnenlandse Zaken. Momenteel wordt die functie bekleed door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de heer Stephen McAndrew. En met hem zullen we vandaag een gesprek voeren. Minister, welkom in het programma. Dank u. Hoe ervaart u de functie als minister van Binnenlandse Zaken? Well, laat me zo zeggen, de afgelopen 2 weken zijn een beetje hectisch geweest. In de zin dat je verantwoordelijk bent voor 2 ministeries. Op BISA, denk ik, lopen zaken toch wel redelijk goed. De mensen weten wat ze moeten doen. Dus dan ben je toch een beetje meer bezig met aansturen van processen. Ook wat gesprekken gevoerd met de vakbeweging. Om te kijken wat de issues daar waren die leven onder het personeel. En uiteraard heb ik een meeting gehad met de directie. Om na te gaan wat voor key issues er op dit moment zijn. Zodat er ook daarover besluiten genomen kunnen worden. En hoe verloopt de samenwerking met het personeel? De samenwerking met het personeel verloopt goed. In principe gaat het over een tijdelijke waarneming. Maar ik dacht dat het toch ook goed was om de vertegenwoordiging van de werknemers te horen. In dit geval de vakbond. Om ook toch wel te benadrukken dat we naar richting verkiezingen toe gaan. En dat het dan ook goed is om ervoor te zorgen dat alles toch wel in een zekere mate van rust kan gebeuren. Zodat niemand uiteindelijk gaat twijfelen als de verkiezingen al dan niet eerlijk en oprecht zijn verlopen. En u voelt zich wel welkom op het ministerie? Ja, ik voel me welkom. Ik heb geen issues daar gezien die me onwelkom zouden doen voelen. Zijn er zaken die u heeft aangetroffen waarvan u zegt dit hoort niet zo? Nee, op dit moment heb ik dergelijke zaken niet aangetroffen. Ja. In principe weten we dat er ook een onderzoek van klad gaande is. En die resultaten worden afgewacht. Maar voor wat betreft personele aangelegenheden, stukken die ik heb moeten tekenen, die waren naar mijn mening allemaal richtig. En heeft u gesprekken gevoerd met de bond bij BISA? Ja, ik heb gesprekken gevoerd met de bond van BISA. Nogmaals om te benadrukken dat het goed is als de werkzaamheden in een sfeer van rust kunnen gebeuren. En ik heb ze ook beloofd dat hun pijnpunten aangepakt zullen worden. Die opdracht heb ik inmiddels ook gegeven. Zij moesten nog terugkomen met wat informatie. En die kreeg ik dan zo meteen wanneer ik naar BISA ga. En u sprak ook over de verkiezingen. Hoe verlopen de voorbereidingen? De voorbereidingen die lopen prima op dit moment. Uiteraard zijn er wat uitdagingen, meer van financiële aard. En in dat kader is er dan ook een gesprek gepland met het ministerie van Financiën om daarover te praten. Want 25 mei 2025 staat vast. Dus we moeten alles doen om die datum te halen. En kunt u de samenleving geruststellen dat de verkiezingen niet in gedrang komen? De verkiezingen zullen niet in gedrang komen. Suriname heeft een goede naam voor wat betreft het houden van verkiezingen. En we zullen ervoor zorgen dat die naam hoog gehouden blijft. Een andere kwestie, DNA-lid Evert Kato gaf aan in zijn bijna 5-jarige loopbaan als voorzitter van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken nimmer op de hoogte te zijn van enige onrust op het ministerie. Ja, de ministerie van Binnenlandse Zaken dus. De Algemene Bond voor Personeel Binnenlandse Zaken heeft met verbazing hiervan nota genomen en ontkent dat er rust was op het ministerie met Bronto als minister. Volgens de bond geeft Kato met de gedane uitspraken een verkeerde voorstelling van de werkgelegenheid en stelt de zorgen van de ambtenaren op het ministerie als onbelangrijk. Bent u hiervan op de hoogte en wat is uw reactie hierop? Ja, ik heb die berichten in de media gelezen. Enig vond ik jammer dat een DNA-lid die uitspraak heeft gedaan. We zijn juist bezig om een sfeer van rust te creëren en dan komt zoiets. Dan denk je van, oh, begrijpen mensen niet dat je soms politiek buiten de deuren moet laten? En de reactie van de bond vond ik terecht. Ik heb een oproep op ze gedaan om de rust te bewaren. En ik sta achter die oproep. Ik vond het jammer dat een DNA-lid deze uitspraak heeft gedaan. Want daardoor creëer je juist een sfeer van onrust. En dat kan ik op dit moment niet gebruiken op BISA.
Vandaar dat ik zowel aan de directie als de bond heb gevraagd om toch wel te zorgen dat alles in een rustige sfeer verloopt. Dat er geen vijandigheden of wat daar ook plaatsvinden. En vandaar ook dat ik de bond bepaalde toezeggingen heb gedaan. Een andere kwestie waarover we het zullen hebben, minister, is tienerszwangerschap. En Suriname kent een van de hoogste percentages tienerszwangerschap in de regio, wat aanzienlijke sociale, economische en gezondheidsuitdagingen met zich meebrengt voor jonge moeders en hun kinderen. Hoewel jaarlijks ongeveer 100 tienermoeders zich melden voor begeleiding, is dit volgens het ministerie slechts een fractie van het werkelijke aantal. In antwoord hierop heeft het ministerie een multidisciplinaire werkgroep terugdringen tienerszwangerschappen in het leven geroepen met als doel een sterkere preventiebeleid te ontwikkelen. Minister, wat is het doel van deze werkgroep? Wel, het doel van de werkgroep is om te komen tot gecoördineerd beleid. Een beleid dat geïntegreerd is, waardoor de diverse ministeries toch wel beter weten waarop ze moeten focussen. Zodat we toch wel gezamenlijk een meer effectievere aanpak hebben van deze problematiek. Suriname heeft inderdaad een van de hoogste cijfers in de regio voor wat betreft tienerszwangerschappen. En zoals u terecht heeft aangegeven, de tienermoeders waarmee AWJ geconfronteerd wordt, met name het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden, is slechts het topje van de ijsberg. Dat zijn in principe de tienermoeders die zich aanmelden om weer naar school te gaan. Of aanmelden om hulp te zoeken. Maar we weten dat er toch veel meer tienermoeders zijn dan dat. Omdat op dit moment in Suriname 1 op de 4 geboorten is van een tienermoeder. En dat geeft toch wel aan dat het gaat om een fenomeen van behoorlijke omvang. Tienerszwangerschappen kan inderdaad zeer ernstige gevolgen hebben voor een tienermoeder. Vanaf gezondheidsrisico's. Ik meen dat een paar maanden terug een zwangere tienermoeder dood was afgedropt bij de EHBO, als ik me nog goed kan herinneren. Maar ja, dat zijn een paar, is een ernstig risico wat tienermoeders lopen. Vooral daar we hebben gemerkt dat ze in het algemeen toch wel veel te laat aanmelden voor medische hulp. Elke zwangere vrouw in Suriname heeft recht op medische hulp, recht op een kaart. Maar we merken dat in het geval van tienermoeders, dat die zich veelal heel laat aanmelden. Soms vlak voor de bevalling. Omdat in het geval van tienermoeders er ook wat andere issues komen bij kijken. Namelijk soms is het dat oudere personen omgang hebben gehad met een tiener. Wat toch wel een juridisch vraagstuk is. En dan worden de kinderen vaak genoeg gedwongen om niet vroegtijdig hulp te gaan zoeken. Je hebt ook nog issues als stigma die een rol spelen. Dus dat soort zaken zijn toch wel issues die de gezondheid van tienermoeders ernstig in gevaar brengen. Dus ik zou tienermoeders willen oproepen om zich toch wel vroegtijdig aan te melden. Zodat ze de nodige medische hulp kunnen krijgen. En de geboorte van zowel van hun kind in een situatie kan geschieden die hun leven, maar ook dat van hun ongeboren kind niet in gevaar brengt. En hoe belangrijk is de samenwerking met internationale organisaties zoals de EPPF in aanpak van tienerszwangerschappen? De samenwerking met internationale organisaties zoals de International Planned Parenthood Federatie is heel belangrijk, omdat die toch wel ons kunnen instrueren, helpen, technische assistentie verlenen met programma's om zwangerschappen bij tieners te voorkomen. We hebben gelukkig in Suriname een organisatie als Stichting Lobby, die is aangesloten bij IPPF. Dus ook via het Stichting Lobby of in samenwerking met Stichting Lobby kunnen we trachten om dusdanige voorlichting te geven in Suriname dat het aantal tienerszwangerschappen afneemt. Maar nogmaals, we hebben nu een werkgroep geformeerd
Stichting Lobby is ook onderdeel van de werkgroep. En we gaan dan proberen om toch wel de nodige actiepunten, beleid te ontwikkelen, zodat we de problematiek kunnen aanpakken. We verwachten uiteraard niet dat als er beleid is ontwikkeld en wordt geïmplementeerd, dat volgend jaar Suriname direct al naar een van de laagste in de regio is gegaan of zal gaan. Omdat we weten dat dit toch wel gefaseerd zal geschieden. Je zal niet direct de impact merken van je acties. Maar het is noodzakelijk dat we als regering in samenwerking met stakeholders, als Stichting Lobby, in samenwerking met NGO's, maatschappelijke organisaties, dat we deze problematiek gezamenlijk aanpakken. En hoe gaat het ministerie van AWJ verder te werk om tienermoeders te empoweren en hun toekomstperspectieven te verbeteren? Wel, de tienermoeders die zich aanmelden, die proberen we weer te begeleiden naar de schoolbanken toe. Want vele tienermoeders merken we besluiten om niet terug te gaan naar de scholen. Heeft ook weer te maken met stigma, taboe. Maar degene die zich aanmelden, begeleiden we terug naar de schoolbanken. Maar we krijgen ook een groep die aangeeft geen regulier onderwijs meer te willen volgen. En voor die groep gaan we dan op zoek naar vakopleidingen die ze kunnen volgen. Een van de vakopleidingen die velen hebben gevolgd is bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO. Waar ze met name textiele werkvormen doen. Zodat ze toch wel in staat zijn om ergens te gaan werken in die branche. Maar ook dat ze in staat zijn om desgewenst als micro-ondernemer modiste aan de slag te gaan. En kledingstukken of andere zaken, tassen, te vervaardigen. Dus zo proberen we toch wel te kijken hoe we de tienermoeders die zich aanmelden kunnen begeleiden. En wat zijn de uitdagingen bij het terugdringen van tienerszwangerschappen? Wel, de uitdagingen zijn in principe veelvoudig. Nogmaals, je hebt diverse aspecten van tienermoeders. Je hebt tieners die omgang hebben gehad met tieners en daarbij niet hebben gedacht aan voorbehoedsmiddelen gebruiken. Maar zoals eerder gezegd, je hebt ook volwassenen die doelbewust of heel bewust omgang hebben met tieners. Dus het zogenaamde, soms wat men in het Caribisch gebied noemt, sugar daddy fenomeen. Ze geven de kinderen geld en in ruil daarvoor verwachten ze toch wel dat die omgang met ze hebben en dergelijke. Je hebt ook te maken soms met het feit dat het intergenerationeel is. Dat betekent de oma was een tienermoeder, de moeder was een tienermoeder. Dus de dochter wordt ook een tienermoeder, omdat de omstandigheden binnen het huishouden niet van die aard zijn. Dat de nodige sociaal-agogische begeleiding aan ze is verschaft. Waardoor de cyclus zich in principe blijft herhalen. We zien het veel in Suriname gebeuren. Oma tienermoeder, moeder tienermoeder, kind dochter tienermoeder. Maar op een gegeven moment ga je die cyclus toch wel moeten doorbreken. En dit is ook een van de zaken waarop de werkgroep moet focussen om dat te doen. En er is nog wel sprake van een taboe als het gaat om seksuele voorlichting. Hoe ziet u de rol van ouders en scholen als we praten over voorlichting? Ja, ik denk dat het toch wel goed is dat op de scholen de nodige seksuele voorlichting wordt gegeven. Zodat kinderen, tieners, jonge volwassenen zich toch wel bewust zijn dat als ze omgang willen hebben, dat het veilig moet gebeuren. En niet dat ze risico's nemen. Behalve tienerszwangerschappen is het toch wel ook goed om aan te geven dat we hebben gemerkt dat seksueel overdraagbare aandoeningen in de groep van jongeren toeneemt. Dus het is toch wel zorgwekkend dat veel jongeren onbeschermd omgang hebben. Wat kan leiden tot zeer ernstige situaties. We zien dat HIV weer in opmars is. Dus het is toch wel zaak. En er is ook een werkgroep
die zich daarmee bezighoudt met de fysieke gezondheid, die ook focust op seksueel overdraagbare aandoeningen, omdat dat ook toch iets is dat zorgen baart. Dus helemaal eens met u, seksuele voorlichting in de scholen is nodig. Als AWJ hebben we een project dat we binnenkort hopen te starten. Dat heeft te maken met sociaal-agogische vorming. Daar gaan we naar buurten toe gaan. We gaan samenwerken met buurtorganisaties om ook dit soort zaken daar te doen. Het geven van voorlichting aan jongeren in de buurt. Want niet alle jongeren gaan meer naar school, dat weten we. Je hebt ook veel vroege schoolverlaters. Maar die moeten we toch wel trachten te bereiken middels buurtorganisaties, maatschappelijke organisaties. Zodat we ze ook de nodige voorlichting kunnen geven. Niet alleen op het gebied, niet alleen qua seksuele voorlichting, maar ze ook bewust maken van hun rol in de samenleving. Ze bewust maken dat er opties zijn om, ook al heb je de school vroeg verlaten, maar dat er opties zijn om bijvoorbeeld een vakopleiding voor 4 maanden te gaan volgen bij SAO. We kunnen ze ook bewust maken van het feit dat we als AWJ in samenwerking met SAO het project Roken voor Mikmoni uitvoeren, waarbij we landelijk in alle districten, ook in diverse wijken, kosteloos vaktrainingen aanbieden aan jongeren, personen in de leeftijdsgroep 16 tot 40 jaar, dus meer dan jongeren, omdat we toch wel weten dat er een enorme groep is aan vroege schoolverlaters die toch wel behoefte heeft om een beetje structuur in hun leven te brengen. En middels vakscholing trachten we dat te doen. En zijn er andere wetten of nieuwe wetten nodig om dit aan te pakken? De werkgroep moet ook kijken naar de wettelijke producten die Suriname op dit moment heeft. Uiteraard gaan we ook kijken naar eerder werk dat is geproduceerd door organisaties van de Verenigde Naties. Ik denk bijvoorbeeld aan UNFPA, omdat die zich toch wel sterk richt op reproductive health en dat soort zaken. Ik weet dat ze een studie hebben gedaan ook over teenage pregnancies. Dus we gaan ook kijken wat zij hebben aanbevolen, zodat we toch wel kunnen komen tot eventueel met een betere samenwerking met de UN-organisaties. Maar als ze goede voorstellen hebben gedaan qua beleid, dan hoef je het wiel niet opnieuw te vinden. Maar dan kan je toch wel overnemen wat er is aanbevolen, eventueel met wat aanpassingen. En als er op het gebied van wetgeving nieuwe wetgevingsproducten nodig zijn, of als wetten aangepast moeten worden, dat zullen we het zeker moeten doen. Heeft u tot slot nog een boodschap in het bijzonder voor de jongeren? Wel, ik zou de jongeren nogmaals willen oproepen om, als ze omgang hebben, om het toch wel veilig te doen, zodat er geen onnodige problemen ontstaan, zoals tienerzwangerschappen, maar ook zodat ze niet geen seksueel overdraagbare aandoeningen krijgen, die toch wel een stringente impact kunnen hebben op hun gezondheid. En zo heeft u het gehoord van minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.